Je kunt niet een theater draaien op 30 mensen. Als dat de regel is, doen we niks. Goedemiddag Kees, voor de formele opening. Goedemiddag Ronnie. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja, het gaat goed met me. Hoe gaat het met jou? Gaan we hem omdraaien in dit interview. Ja, die is ook wel grappig. Even voor de mensen die jou niet kennen. Hoe ziet jouw speelveld eruit? Waar ben je allemaal mee bezig? Nou, mijn achtergrond is dat ik uit de televisiewereld kom. En daar in eerste instantie heel lang bij Endemol heb gewerkt. En toen heb ik vervolgens ben ik ondernemer geworden in 2004. Toen hebben we Two Way Traffic opgericht. En in 2006 naar de beurs in Londen gebracht. En uiteindelijk in 2008 verkocht aan Columbia Pictures. En toen hebben we daar 3,5 jaar gewerkt als president International Production. En daarna ben ik weer gaan ondernemen. En ik ben nu betrokken bij een aantal ondernemingen. Ik ben CEO van Imagination. En Imagination is een theater technology company. Dus wat we doen is, wij ontwikkelen en engineeren allerlei theaterfaciliteiten. Waaronder de bekende draaiende tribune van Soldaat van Oranje. Daar hebben we een patent op met Imagination. En dat verkopen wij aan diverse klanten in de hele wereld. Waaronder maar niet beperkt tot Japan en China hebben we een grote klant, en in Engeland enzovoort. En daarnaast, mijn partner in Imagination is Robin de Levita. Is een bekende theaterproducent. En die produceert de shows voor die 360 graden theaters die wij aan de technology kant providen. Dus dat is mijn hoofdbezigheid. Maar daarnaast ben ik ook aandeelhouder, commissaris bij een IT-bedrijf in Rotterdam, wat Hoycon heet. Die gespecialiseerd zijn in het bedienen van midcaps. Die op 20 locaties in de hele wereld kantoren hebben en fabrieken. En die daar van IT moeten worden voorzien. En die dat vanuit één plek willen bedienen. Meestal vanuit het hoofdkantoor in Boston of New York of waar ze ook zitten. Mm-hmm. En daarnaast ben ik ook commissaris en aandeelhouder van een online yoga platform. Dat heet Eckhart Yoga. En dat is, dat is ontzettend leuk. A. En B. is het ook in deze tijd iets waar heel veel vraag naar is. Dus we zijn trots, want we gaan binnenkort in de komende 3 weken het eerste internationale yoga festival online organiseren. Geweldig. Met wie ga je dat doen? Dat doen we met allerlei bekende yoga-teachers uit de hele wereld. En het is een soort live aid, dat is ook nog voor een goed doel. Of zo je wil, North Sea Jazz Festival, maar dan op yoga-gebied en online. Esther Eckhart is de founder van dit bedrijf. Okay. En dat is een heel leuk verhaal, want Esther die, is al generaties langer moeder ook en zo. Yoga-teacher en psycholoog enzovoort enzovoort. En die is ooit, ik denk een jaar of 15 à 20 geleden begonnen met retreats. En dat deed ze in Ierland, in een hutje op de hei, wat ze en haar man zelf gebouwd hadden. En die wilde gewoon graag vanuit haar hart, wilde die ervaringen delen met een grotere groep mensen. En dus die heeft op een gegeven moment maar eens bedacht, ik zet er een filmcamera op en dan post ik dat op YouTube. En toen had ze opeens ongelooflijk veel volgers in de hele wereld. En uiteindelijk hebben ze bedacht om die yoga-courses enzovoort ook aan te gaan bieden op een eigen site. Het is gewoon, het is echt hartstikke leuk. En het is een heel leuk, authentiek en integer bedrijf. Ik hou er heel erg van. En daarnaatst heb je nog adviesfuncties, want ik las laatst dat je ook adviseur was geworden of in de adviesraad was toegetreden van Close. Ja, dat is het meest recente wat er gebeurd is en dat is eigenlijk de aanleiding voor dit gesprek. En Close is een digitaal platform wat probeert de klanten van ticketed events, dus dat kunnen theaterproducties zijn, maar ook popconcerten, maar het kan ook de dierentuin zijn, of alles waar je een kaartje verkoopt, om die mensen wat langer aan zich te binden dan alleen maar we leveren het kaartje bij de voordeur en dan zijn we weer weg. Dus die hebben een digitaal platform ontwikkeld, Close, dat je kan benaderen via een app op je mobiele telefoon. Daarmee, de reden om die app te downloaden is omdat je een kaartje hebt gekocht voor een evenement of voor een voorstelling of voor een concert. En dan kun je je kaartje uploaden in die app, zodat je hem digitaal hebt en niet hoeft uit te printen. Mm-hmm. Maar je kunt daarnaast ook, als je er een paar kaartjes hebt gekocht, kun je dat delen met degene met wie je gaat, via allerlei manieren. Maar je kan ook sociaal zijn en praten over, goh, heb je er zin in en wat vond jij ervan, wat leuk en zo. En er zitten allerlei andere faciliteiten aan, zodat als je niet weet hoe je er naartoe gaat, dan kan die app je de weg wijzen, of je nou via de trein of via de auto gaat. Je zou ook nog eens wat kunnen bestellen van tevoren. Als je bijvoorbeeld wil eten of je wil een drankje in de pauze, kun je dat ook nog bestellen. Dus de customer engagement in een toch wat gartale wereld, wat het theater en die wereld eigenlijk van oudsher altijd was, die wordt op die manier wordt beter. Het is een journey om de ticket heen, zeg maar. Het is de journey om de ticket heen, waardoor het A leuker wordt en B ook efficiënter. Zowel voor mij als gebruiker, maar ook voor de bedrijven die een licentie hebben op die Close software, op die Close app. Ik ben daar gevraagd uiteindelijk om in die adviesraad mede plaats te nemen. Samen met Jacques Kuif en Ad Scheepbouwer. Omdat ik een toegevoegde waarde denk te hebben, omdat ik een heel groot internationaal netwerk heb. En deze Close-app ook internationaal stappen zou moeten kunnen maken. Mm-hmm. Het lukt ook, want Disney is al klant geworden in de UK. Stage Entertainment is een grote klant in Nederland en in Duitsland. En we zijn nu bezig in Amerika en ook in Azië, waar ik een aantal partijen erbij kan betrekken. Die dit idee verder kunnen laten groeien. Interessant, we hebben de oprichter in de studio gehad eerder al. Dus voor kijkers, als ze op 7DTV kunnen ze het verhaal achter het initiatief zien. Wat is de impact van de huidige tijd op zo'n onderneming? Start-up, noem ik het maar even. Nou, de klanten van deze start-up in bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld in Nederland of in Engeland, zijn onder andere theaterproducenten en theaters. En andere mensen die activiteiten ondernemen die op dit moment niet meer mogen, gezien de periode corona. Dus dat betekent dat nieuwe klanten vinden, is moeilijk in een tijd dat die klanten eigenlijk bezig zijn met overleven en niet met uitbouwen. En dat heeft natuurlijk ook een directe impact op de groei van de business. Aan de andere kant, het is juist goed om in deze tijd, waarin je niet met 1000 man in een theaterzaal mag zitten, om wel contact te houden met de mensen die kaartjes hebben gekocht. Dus je ziet ook dat bestaande klanten, die zijn heel erg blij dat ze nu aangesloten zitten op dit platform. En dat ze met hun klanten kunnen blijven communiceren over wanneer gaat die voorstelling dan wel plaatsvinden. Wat kunnen we nog voor je betekenen met betrekking tot de aankomen die je hebt gedaan? Het is goed en niet goed. Wat er goed aan is dat de kracht van het concept bewijst zich juist ook in deze tijd. Mm-hmm. Maar er is wel vertraging in de verdere groei, omdat die business, plat gezegd, enigszins op zijn gat ligt. Ja. Maar dat zou mogelijk zijn. Dat geldt ook voor je initiatief, voor je activiteit met Imagination. Wat is daar de impact? Nou, hetzelfde. Dus daar ligt ook vertraging, omdat er bouwprojecten die nog niet gecommit waren, definitief, die worden dan uitgesteld of vertraagd. Maar er staat tegenover dat er ook genoeg projecten juist wel doorgaan. Dus bijvoorbeeld in China is men op zijn allerhardst aan het doorgaan. Dus mijn klant in China, daar zijn we helemaal druk mee. Want die douwen de theaters gewoon weer vol? Die zijn nog niet zo ver, alleen die laten zich niet tegenhouden bij het ontwikkelen van nieuwe projecten door de huidige situatie. Dat is het. Dus die zijn iets minder, hoe moet je dat zeggen, die kijken op een andere manier tegen die risico's aan van de toekomst dan wij in het Westen doen. Die zijn optimistisch en denken dat het over een half jaar allemaal weer normaal is. En dus gaan ze gewoon door. En is het over een half jaar weer allemaal normaal? Nou, zeg jij het maar. Wie het weet mag het zeggen. Nou, ik denk dat een aantal dingen die we nu in deze coronacrisis leren, dat die ook heel positief zijn. Er zijn heel veel positieve dingen. Het is goed voor het milieu. En dat is een positief ding. Ik denk dat het erg goed is voor alle digitale en online businesses. De meeste in ieder geval. Dus dat is ook weer goed voor de werkgelegenheid en de economie. Dus het is niet allemaal slecht. Dus ik denk dat de dingen die... En dit zijn dan 2 voorbeelden die goed zijn. Die blijven hopelijk in ieder geval deels zo. Nadat alles weer teruggaat naar het normale bestaan. En andere dingen die komen weer terug. Ik geloof niet dat het sociale aspect van evenementen, op welke manier dan ook, of het nou de dierentuin is of een popconcert of een theatervoorstelling, dat die uiteindelijk kunnen worden vervangen door een digitale variant. Dat geloof ik niet. Net zo, weet je, wij zitten nu met Zoom met elkaar te praten. Dat gaat heel goed. En toch is het niet hetzelfde als wanneer we in dezelfde ruimte zitten. Dus ik denk eigenlijk dat het misschien een klein beetje kannibaliseert op elkaar, die digitale wereld en de gartale wereld, zou ik maar zeggen. De fysieke wereld. Maar het zal vooral complementair zijn. Dus uiteindelijk is mijn verwachting dat het allebei naast elkaar zal blijven bestaan. En uiteindelijk ooit tot juist meer groei zal leiden. Alleen niet in de komende paar jaar. Want de schulden die we hebben opgebouwd in deze periode, en de impact die het op de economie heeft, die heeft naar mijn idee wel tijd nodig om te herstellen. Dat is niet even in een paar maandjes gepiept, denk ik. Het leed is enorm, hè? Ik bedoel, je bent zelf ondernemer en nou heb jij je wat dat betreft de zaken verdeeld, laat ik het maar zo zeggen, over een aantal zaken. Maar de wat kleinere ondernemer, daar gaat natuurlijk, daar valt wel heel veel om nu, hè? Ja. Nou ja, dat is begrijpelijk. En het is ongelooflijk naar. En ik maak me er ook ernstige zorgen over. Kijk, aan de ene kant, de ondernemer is niet voor niets ondernemer. Dus die is vindingrijk. En die verzint oplossingen voor uitdagingen. En die is positief gestemd en vindt wel een manier vooruit. Aan de andere kant, je hoort erg weinig, vind ik, van de instanties die hier politiek invloed op zouden moeten hebben over die ondernemer. Het gaat wel heel vaak over bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld ouderen. Nou, daar moet je natuurlijk ook echt goed voor zorgen. Daar is helemaal geen discussie over mogelijk. Maar soms vergeten we wel eens dat de ondernemer, en zeker de MKB-ondernemer, die zorgt wel voor, nou wat is het, de helft of nog meer van alle werkgelegenheid in Nederland. Ja. En ja, je zou toch hopen dat je daar als overheid ook een beetje extra piëteit voor hebt of beeld voor hebt. Ook omdat je weet dat diezelfde MKB-ondernemer, die kan straks alle schulden die we als land zijn aangegaan ook weer terugbetalen. En dus ze weten ons wel te vinden als het gaat om belastingen enzovoort. Maar als er problemen zijn, ja, dan gaat het meer over bevolkingsgroepen en grote bedrijven, zoals KLM. En minder over die kleine ondernemer. Dat vind ik dan wel eens jammer. Oké, dus daar zou jij, als jij overheid was, zou jij veel meer support leveren dan dat er nu gebeurt? Ja, ik zou er in ieder geval veel meer oog voor hebben voor de problematiek die daar speelt. Bij de kleine ondernemer, zeker de kleine retailondernemer, die verdient beter. Helder. Maar, ja, nee, ik snap wat je zegt. In relatie met name tot de enorme aandacht die een bedrijf als KLM bijvoorbeeld krijgt. Ja, want dat is dan een noodzakelijke onderneming voor ons land. En ik bedoel, dat is denk ik ook zo. Hè? Dus het is niet zo dat dat onzin is. Nee, dat is absoluut wel waar. En het is ook zo dat als je het over bevolkingsgroepen hebt, zoals ouderen, dat je er natuurlijk heel goed naar moet kijken. En dat je die mensen ook moet proberen te steunen zoveel mogelijk. Omdat ja, die worden in deze tijd ook eenzaam. Die hebben ook problemen enzovoort. Maar ik zou gewoon graag willen dat daarnaast ook met meer respect werd gekeken naar de MKB'er. Nog een paar vragen die ik met je wil delen, of die kan je wel stellen, Kees. Dus 1, stel je zou nu ook echt fysiek in de theaterwereld zitten als eigenaar van een aantal theaters. Misschien heb je wel een aantal theaters, dat weet ik eigenlijk niet. Bezit je theater? Wij zijn eigenaar van Theater Amsterdam, aan de Dansige Kade in Amsterdam, als Imagination. Ja. Dus we hebben een theater. Ja. En hoe is jouw beleid daaromtrent als je kijkt naar de komende periode? Gaan jullie met tussenschotjes en met 30% van het aantal mensen open? En hoe gaat dat werken? Nou ja, je kunt niet een theater draaien op 30 mensen. Dat gaat niet. En dus als dat de regel is, doen we niks. Maar dat kan gewoon economisch niet. En dus, maar je kunt wel weer bepaalde andere dingen doen. En dus je kan wel corporate events doen, bijvoorbeeld. En dus je kan wel voor de top 30 van een bepaalde bank presentaties geven in zo'n theaterzaal met grote projectieschermen. Ja. Je kan wellicht iets doen als televisiestudio. Dus er zijn wel creatieve oplossingjes voor dit probleem. Maar in principe, de hele principe van het theater is dat je daar met 1500 man in een zaal zit. En daar is het helemaal op gebouwd. Ja. Ja, zolang dat er niet is, is het dus proberen te blijven drijven met de beperkte opties die je hebt. En dan hopen dat het weer terugkomt. En de laatste vraag die ik jou wil stellen. Ik hoorde jou al een paar keer het hart noemen. In het begin hadden we het heel even kort over Vlieland. Dat een speciaal plekje in je hart had. En toen met het yoga verhaal kwam het nog even terug. Ja. Hoe gaat de wereld positief veranderen? Heb jij nog idealisme in je zeg maar, van binnen? Hoe zie jij dat? Nou, als ik het over hart heb, dan denk ik, je hebt het allebei nodig. Je hebt je hart nodig en je hoofd, allebei. We leven in een maatschappij, althans dat is mijn ervaring, waarbij er veel meer aandacht is voor het hoofd dan voor het hart. Dus we worden, onze rationele hersencapaciteit wordt ons hele leven aangesproken op scholen en opleidingen en vervolgens bij het analyseren van problemen en het oplossen daarvan. En dat is ook heel goed. Alleen soms vergeten we dan wel eens dat onze andere hersenhelft, die gaat over andere dingen. Die gaat over gevoel en over hart, et cetera. Ja. Ik ben niet echt een idealist. Alleen ik hoop wel dat er een balans is tussen wat goed voelt en wat analytisch ook klopt. Dus in die zin, als je alleen maar dat rationele, logische stuk achterna rent. Of anders gezegd, als je als ondernemer eigenlijk alleen maar gefocust bent op geld, dan is dat voor mij persoonlijk niet genoeg. Ik ben er echt niet tegen om te kijken of je als onderneming winst kunt maken. Dat vind ik ook. Maar het moet ook wel goed voelen. Het moet niet, om dan eventjes, want het was de aanleiding om naar Close te gaan. Je hebt de laatste jaar, 2 jaar gemerkt, en dat weet jij waarschijnlijk ook vanuit andere omstandigheden, is dat de reputatie van bedrijven als Facebook en Google en zo is er nou niet bepaald beter op geworden. Want ze verkopen advertenties aan allerlei foute lui die verkiezingen willen manipuleren en dan zeggen ze dat ze er niks vanaf wisten of dat ze het niet kunnen tegenhouden. En ik voel mij als gebruiker van Facebook uitgebuit, want mijn persoonlijke data die worden eigenlijk alleen maar gebruikt om de zakken van meneer Zuckerberg en Cornuiten en de aandeelhouders daar te vullen. Maar ik als consument heb er helemaal geen voordeel van. Alleen maar nadeel. Want mijn gegevens worden daarvoor gebruikt. En ik verdien er niks aan. Ik weet niet eens wat ze daarmee doen enzovoort. En dus wat ik hoop, als je het dan toch hebt over de toekomst. Ik hoop dat de digitale wereld naar een plek gaat waarbij er een eerlijkere verdeling komt tussen de intellectuele eigendom van de individu. Dus jouw persoonlijke data. En de uitbating van die data door zo'n digitaal platform. Want nu is het zo dat marketingkosten van een groot bedrijf, of het nou KLM is of maakt niet uit welke adverteerder, die worden mij als consument weer doorberekend in de productprijzen. Maar de transactiekosten die zouden omlaag kunnen. En dus kunnen mijn productdingen ook omlaag op het moment dat de relatie tussen mij en die adverteerder via een digitaal systeem closer wordt. Ik dus minder afhankelijk ben van Facebook en dat soort tussenbedrijven die de data in principe helemaal niet willen delen, maar vooral de opbrengsten niet willen delen. Daar zou ik me wat beter bij voelen. En dat is eigenlijk, dat was niet vooropgezet het idee, maar dat is wel wat Close doet. Ja. Close is volstrekt op vrijwillige basis. Je deelt je data alleen maar als jij dat wil. Je krijgt ook niks te zien en geen advertenties en niks. Je krijgt alleen maar datgene wat jij wil. En de doelstelling is alleen maar om te zorgen dat je beter wordt geserviced als consument. En om voor de productie of de dierentuin maar als voorbeeld te zorgen dat ze meer weten van hun klant. Zodat je via informatiedeling ook die transactiekosten uiteindelijk omlaag kunt brengen. Waardoor hopelijk dat dierentuinkaartje net weer een paar eurotjes goedkoper wordt voor de bezoeker. En aan de andere kant de dierentuin iets minder geld hoeft te besteden aan marketing. Kijk, dat vind ik mooi. Sounds like a plan. Ik weet niet of de reclame-industrie er nou zo blij mee is, maar... I don't care. Mag ik jou danken voor je betoog en leuk je weer een keer gesproken te hebben. En heel graag tot snel. Ja, succes. Dankjewel. Hoi.